Ik denk dat we het om moeten draaien. De partijbureaucratie moet niet meer welkom zijn. Gezien zij alle kritische geluiden in de partijen eruit proberen te werken. En uiteindelijk zijn het de leden die hier tegen in verzet moeten komen. Je luistert naar Linkse Hobby's, podcast van Authentiek Links. Afgelopen zaterdag was er de campagnebijeenkomst van SP tegen de heksenjacht bij het IIRE in Amsterdam. Hierbij was een volle zaal aanwezig van ongeveer 70 mensen, kaderleden van de SP uit alle hoeken van het land. We spreken met Thijs Hardam, voorzitter van SP Rotterdam en kandidaatvoorzitter van Marxistisch Forum, de linkse lijst voor het partijbestuur in november. En met SP tegen de heksenjacht woordvoerder Gus Ootjes. Om maar met de deur in huis te vallen. Op 25 september, jongstleden, heeft de partijraad een besluit genomen om roodleden en mensen die betrokken zijn bij het Marxistisch Forum aan te merken als een andere politieke partij. En deze mensen ook op te sporen en te rouilleren. De eerste stap daartoe is genomen op vrijdagavond, eergisteren als de podcast online komt. Door een aantal mensen al een brief te sturen om daadwerkelijk een zogenaamde keus te maken tussen de SP en Rood en of Marxistisch Forum. Hoe gaan we nu verder? Laat ik even beginnen met Gus. We zijn vorig jaar met SP tegen de heksenjacht een campagne begonnen tegen de rooiementen. Op dit moment zijn we bezig met een nieuwe fase ingaan met die campagne. Dus wij proberen met een actiecomité, waar nu Marxistisch Forum in de SP, Rood en Communistisch Platform bij zijn aangesloten, proberen wij een grote campagne op te zetten tegen de rooiementen. Vandaag hadden we een bijeenkomst, ongeveer 60 aanwezigen, mede georganiseerd door die organisaties, maar ook SP-afdeling Utrecht en SP-afdeling Zeist. Wat we nu gaan doen is het oog op de komende periode. We hebben regioconferenties die eraan komen, ledenvergaderingen die eraan komen in de partij. Sommige afdelingen hebben noodledenvergaderingen uitgeschreven. En ja, daar moeten wij gewoon ons verhaal gaan houden. Proberen mensen achter de petitie van SP tegen de heksenjacht te krijgen. Afdelingen te overtuigen om deel te nemen aan het actiecomité. Dat zijn eigenlijk de eerste stappen voor een brede campagne binnen de SP. Ook met het oog op het congres later dit jaar. Dus dat is het politieke verhaal. Maar er is natuurlijk ook de individuen die gerouilleerd worden. Die ondersteunen wij ook als campagne. Dus we hebben op onze website modelbrieven die mensen kunnen sturen als reactie op het moment dat zij gevraagd worden een keuze te maken. Wij roepen mensen wel op om te wachten tot het einde van hun termijn, dus de laatste dag van hun termijn, zodat ze nog wel deel kunnen nemen aan de regioconferenties en ledenvergaderingen die er aankomen. En we vragen ook alle mensen die een brief hebben gekregen, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website, zodat we mensen ook kunnen bijstaan met het schrijven van een brief, met het in beroep gaan tegen het besluit op het moment dat ze daadwerkelijk gerouilleerd worden. En op die manier van een actiecomité met afdelingen bij en het ondersteunen van leden die gerouilleerd worden, proberen wij dus die grote campagne op te zetten om een einde te maken aan deze heksenjacht. Nu is Gus al gerouilleerd, al een klein jaar inmiddels. Maar Thijs is dat nog niet. Maar Thijs, jij hebt ook een e-mail CQ-brief gehad. Ja, dat klopt, Emiel. Ik heb gisteren was dat, kreeg ik in mijn inbox, ik heb nog geen brief gehad dan, maar in mijn mail-inbox kreeg ik een mooie mail van Arnoud Hoekstra, wat eigenlijk neerkwam op de strekking. We hebben geconstateerd of we vermoeden dat jij onderdeel bent van het Marxistisch Forum of van Rood. En we willen dat jij spoedig binnen 2 weken ongeveer een keuze gaat maken. Bij mij zat het er al wel dik in. We wisten natuurlijk al wel als MF-kandidaten dat er zoiets aan zat te komen. Ik ben zelf openlijk voorzitterskandidaat voor de landelijke SP. Ik ben prominent roodlid. Ik ben daar heel erg uitgesproken in. Ik heb artikelen geschreven voor de Roodsite. Het was meer dan logisch dat ik ook zo'n brief zou krijgen.
Maar natuurlijk het meest bizarre is dat niet alleen ik, maar ook zo'n 25 andere roodleden of MF-betrokkenen zo'nzelfde brief of mail hebben ontvangen. En het meest bizarre is natuurlijk dat we nog helemaal in het verkiezingsproces zitten. Dus ik heb bijvoorbeeld 2 dagen geleden heb ik nog een filmpje opgenomen wat binnenkort op SP.net terechtkomt. Waarin ik uitleg waarom ik me kandideer voor voorzitter. En dat wordt gewoon met alle SP-leden gedeeld. Ik heb ook al een discussiebijeenkomst gehad met Jannie Visser over de koers en over mijn kandidatuur. En er komen ook nog 2 discussiebijeenkomsten aan in Doetinchem en Amsterdam. En op al die plekken zal ik nog aanwezig zijn, terwijl er eigenlijk al een oordeel is geveld door het zittende partijbestuur. Jij als tegenkandidaat mag geen lid meer zijn. Want ga je een keus maken? Nou ja, ik heb vandaag op de SP tegen de heksenjacht bijeenkomst gehoord dat het goed is om de termijn van 2 weken die we hebben gekregen in ieder geval wel vol te maken. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook nog in Rotterdam, ik ben ook afdelingsvoorzitter daar, een ledenvergadering op 20 oktober. En daar hoop ik ook nog als voorwaardig lid gewoon bij te kunnen zijn. Dus ik wil die 2 weken termijn gewoon vooral nog volmaken, die nog even afwachten. Maar ja, voor de mensen die mijn politiek kennen of mij een beetje weten wie ik ben, zal het wel vanzelfsprekend zijn welke keuze ik wel of juist niet ga maken. Maar ja, ik wil vooral voor nu gewoon even vooral bezig zijn met mijn kandidatuur voor het voorzitterschap, die nog steeds gewoon doorgaat. Vooral solidair zijn en solidariteit organiseren met kameraden die ook zo'n dergelijke mail hebben gehad of al gerouilleerd zijn. En ons verzetten tegen deze heksenjacht. Ik denk dat dat vooral de kern is. Als de partij dan alsnog over wil gaan op massale rooiementen, dan verwacht ik dat de leden daar ook tegen in verzet komen. Zegt, de keus ga je dan ook niet maken. Dan gaat de partij over 2 weken de keus voor jou maken. Althans, dat is de aankondiging in de brief. Gezien de timing, die je zelf ook al noemt, met het hele verkiezingsproces, betekent dat dus dat je voor die verkiezingen dus uit de partij wordt gezet, zoals het er nu voor staat. Even zo bekeken, is het daarmee, kunnen we daarmee een conclusie trekken dat democratische hervorming van de partij dan per definitie onmogelijk is geworden? Nou, misschien eerst even helder te krijgen. Er is natuurlijk dus nu een partijraadbesluit gemaakt. Dus daarmee zou je de illusie kunnen hebben dat het zittende partijbestuur dit niet per se mee eens zou zijn. Of die hebben er niet per se iets mee te maken. Want het was ook een voorstel uiteindelijk uit 1 afdeling, uit de afdeling Weert. Maar we zagen op die partijraad ook dat vrijwel het gehele partijbestuur op zo'n 2 mensen na ook voor het voorstel stemde. Dus de situatie die nu is gecreëerd is dat het partijbestuur, dat is eigenlijk interim, daar komen verkiezingen voor aan, die trappen hun eigen tegenkandidaten eruit. En dat is, het is in een zekere zin een democratisch besluit, in de zin dat een meerderheid dat heeft besloten. Als we kijken vanuit het oogpunt van vrijheid van meningsuiting, van het recht om als leden betrokken te zijn in je partij, om elkaar gelijksgezinden op te zoeken en tegenkandidaat te stellen, is natuurlijk bizar. En wat betreft denk ik de kansen voor de SP om nog op een democratische wijze hervormd te worden of een andere kant op te worden gestuurd. We hadden vandaag een bijeenkomst met zo'n 60 tot 70 mensen van allemaal verschillende afdelingen, waaruit bleek dat er toch nog wel een basis is in de SP van leden die denken, dit pik ik niet, hier wil ik wel tegen doen, hier wil ik tegen in verzet komen. Ik wil op mijn afdelingsvergaderingen of andere plekken in de SP voorstellen indienen om hier wat aan te doen. En dat zou ook vooral mijn oproep zijn aan alle leden van de SP. Kijk, zo'n partijraad of partijbestuursbesluit, dat ligt er nu wel, maar uiteindelijk zijn het de leden die in de SP moeten gaan bepalen wat er gebeurt. En zeker naar het congres toe of de mogelijke ledenvergaderingen die je nog zelf in je afdelingen hebt, daar kan nog heel erg veel gebeuren. En ik denk ook zeker dat als die rooiementen echt gaan vallen, dan een groot gedeelte van het ledenbestand, of ze nou sympathie hebben voor de ideeën van mij of van Marxistische Forum of niet, ook wel in gaat zien dat dit de doodsteek zal zijn voor de partij als we dit zo doorzetten. En eigenlijk alleen maar het proces voortzet waarmee we minderheden of kleinere groepen in de partijen, kritische groepen, wegwerken. Dus ik denk, het gaat heel moeilijk worden. Maar er liggen zeker nog wel kansen voor verzet binnen de SP. En ik zou ook elk lid daartoe oproepen.
Een goede oproep, denk ik. Maar desalniettemin tikt de klok wel door. We hebben dus 2 weken voordat de eerste rooiementen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Wat gaat daarin de verwachte schade zijn? Ik hoor net 25 brieven die de deur uit zijn gegaan, maar het zal waarschijnlijk oplopen. Hoeveel mensen worden er dan eigenlijk gerooieerd? En wat blijft er dan over nog van de partij? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Kijk, als we puur naar de definitie kijken, is dat lastig te beoordelen. Marxistisch Forum in de SP heeft bijvoorbeeld geen leden. Dus de basis waarop wordt bepaald dat iemand wel of niet lid is, dat is vaag. Maar goed, er waren wel bijeenkomsten van Marxistisch Forum met 40 tot 60 deelnemers steeds. Dus ja, als die deelname aan zo'n vergadering, als dat al genoeg basis is voor lidmaatschap, dan is dat al een hele grote groep. En bij Rood gaat het natuurlijk om een nog veel grotere groep. Het gaat om honderden partijgenoten, want dat zijn het, die mogelijk een rooiement boven hun hoofd hebben hangen nu. Dat zou in veel afdelingen zal dat schade toebrengen. In Utrecht bestaat het afdelingsbestuur voor een groot deel uit roodleden. Is de lijsttrekker Floris Boudes ook roodlid en heeft al aangegeven van ja, ik ga die keuze niet maken. Dus ja, in dat geval kan het om een hele grote groep gaan en kan het dus ook heel erg grote schade hebben aan grote afdelingen. En dat is ook hier wat er op het spel staat, is de democratie van de partij staat op het spel. Het voortbestaan van een socialistische partij in Nederland staat op het spel. En actieve afdelingen worden hiermee gewoon kapot gemaakt. En daar moeten we echt tegen in verzet komen. En dat een paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Je zou zeggen, je maakt je ergens anders druk om als partij. Dan eigenlijk hoe verder met de SP tegen de heksenjacht ook? Want hoe vangen we, over twee weken zijn die mensen dan geen partijlid meer. Hoe vangen we die mensen op? Wat gaan we daarmee doen? Sowieso bij Rood roepen wij mensen op om gewoon actief te blijven. Ook in de afdeling, laat je niet wegjagen, laat je niet aanpraten dat je nu al geen lid meer bent. Maar wij roepen ook afdelingen op om gewoon deze mensen te laten meedraaien, ook na rooiement. Ga er niet mee akkoord dat jouw afdeling kapot wordt gemaakt. Ik begrijp dat er ook een steuncomité voor Rood aankomt, waar ook oudere mensen in terecht kunnen om Rood te ondersteunen. Dus dat zou ook een goede plek zijn waar mensen terecht kunnen. Dat is denk ik stap 1 qua politieke activiteit. Kom bij 1 in het actiecomité van SP tegen de heksenjacht. Blijf actief. Laat je niet wegjagen uit onze beweging. Dat is het belangrijkste. En tegelijkertijd moeten we gewoon die partijstrijd die nu gaande is om de partij eigenlijk te redden, die moeten we nu gaan voeren. Er is een petitie gestart. Vorig jaar hadden we al een petitie die is door bijna 700 mensen ondertekend destijds. Nu hebben we een nieuwe petitie die in een aantal dagen al 150 ondertekenaars bijna heeft. Dus dat moeten we verder gaan uitbouwen. Maar we moeten ons ook vooral laten horen op de bijeenkomsten van de partij die eraan komen. Op de regioconferenties, op de ledenvergaderingen. En laten zien dat wij dit niet pikken en dat we de partij willen redden van ondergang. En dan even tot slot. Wil je nog een oproep doen of wil je mensen ergens naar verwijzen, Thijs? Misschien allereerst vooral naar de SP tegen de heksjacht website. Daar staat heel erg veel informatie op over wat er nu aan de hand is. Ook een pagina van wat voor rechten jij hebt als lid. Wat je zou kunnen doen tegen deze heksenjacht. En daarin is denk ik het allerbelangrijkste dat mensen die nu in een afdeling zitten, of dat nou bij mij in Rotterdam is, of in Wageningen, of in Zeist, of in Groningen, roep je voorzitter terug. Uiteindelijk zit hij daar bij de partijraad om jou te vertegenwoordigen als lid. En ik heb zelf het idee dat dit partijraadbesluit ook is genomen zonder ruggespraak met heel veel leden en afdelingen. Dus spreek je voorzitter hierop aan. Kom naar de ledenvergaderingen die hierover georganiseerd gaan worden, of neem zelf het initiatief om een ledenvergadering te organiseren. En onderteken die oproep rondom de heksenjacht. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, dat is ook wat ik vandaag op de bijeenkomst heb geprobeerd te benadrukken.
is blijf gewoon lid. Blijf bestuurslid, blijf raadslid, blijf betrokken in je afdeling. Want de grootste winst die we nu aan de partijbureaucratie zouden kunnen geven, is als mensen zelf eigenlijk al de handdoek in de ring gooien en denken, ik ben niet meer welkom, dus ik ga weg. Ik denk dat we het om moeten draaien. De partijbureaucratie moet niet meer welkom zijn, gezien zij alle kritische geluiden in de partijen eruit proberen te werken. En uiteindelijk zijn het de leden die hier tegen in verzet moeten komen. Misschien nogmaals, SP tegen de Hekshout website is, daar staat heel erg veel info op en ook concreet hoe je in actie kan komen. En misschien ook heel kort nog de bijeenkomsten van 14 en 19 oktober in Doetinchem en Amsterdam. Die discussiebijeenkomsten waar ik tegenover Jannie Visser sta als voorzitterskandidaat, die gaan zover ik het weet gewoon nog door. Dus kom daar ook naartoe als je SP-lid bent en kom de kandidaat voor Marxistisch Forum steunen, want dat is nu heel erg hard nodig. Ja. Hoe gaat die discussie lopen dan? Ja, dat wordt heel erg interessant. Ik weet ook dat op de vorige bijeenkomst in Den Bosch, die overigens jammer nog niet heel erg goed bezocht was, alhoewel er wel heel erg veel partijmedewerkers waren, dat vond ik wel interessant. Daar zag je gewoon dat het een hele vreemde situatie is. Want uiteindelijk sta ik op het punt om eigenlijk gecreëerd te worden. Datzelfde geldt voor Michel en ook veel mensen met sympathie voor ons die dan in zo'n zaal zitten. Maar je staat toch nog tegenover een kandidaat. En dan ook een kandidaat die gewoon instemt met dat hele royementsproces. Dus het is aan de ene kant heel erg vreemd, maar aan de andere kant, zij zouden niets liever willen dat ik niet naar die bijeenkomsten ga en dat ik gewoon maar de handdoek in de ring gooi, zoals ik net al zei, en het allemaal maar laat lopen. Want ja, ik word eruit gegooid als tegenkandidaat. Terwijl, ja, als ik nog op die laatste bijeenkomst een platform kan pakken voor mijn ideeën, voor wat ik zie, voor positieve visie voor de rest van de partij, en ook in kan gaan op dit schandalige besluit, dan wil ik die kans gaan pakken. En in Den Bosch was daar denk ik alle ruimte voor. Ik vond het zelf wel gewoon, je merkt dat het wel een beetje een vijandige sfeer was in de zaal, maar toch ook wel mensen die toch al sympathiek leek te staan tegenover mijn ideeën, of in ieder geval wel opgeschoven zijn in hun posities hieromtrent. Dus ik denk dat die bijeenkomsten, ja, ondanks de vreemde situatie, nog steeds wel heel erg productief zijn. En kom vooral naar die van 14 en 19 oktober, zou ik zeggen, als je SP-lid bent. Dan Thijs, succes nog met het staartje van de kandidatencampagne. Ja. Gus, jij zal het ook de komende tijd erg druk gaan krijgen. Mocht jij als luisteraar ook een brief ontvangen of een e-mail ontvangen dat je ook een keus moet maken, kijk dus zeker op sptegendeheksenjacht.nl en meld het. Want dan krijg je zeker ook updates en dan weten wij in ieder geval dat je dus inderdaad ook bij de groep gegadigden hoort die zo gelukkig is dat hij een ruggengraat heeft. We zijn voor ons werk afhankelijk van jouw steun. Wil je ons steunen? Kijk dan op linkse.media/doneren voor een eenmalige of maandelijkse donatie.